waarom zijn we hier vandaag? Nou, vandaag zijn we hier voor de opening van de PlantenBieb in de bibliotheek in Gennep. Omdat we zo graag willen vergroenen in Gennep en omdat we het heel leuk zouden vinden als iedereen daarin mee kan doen, hebben we een zadenbiebje geopend waar mensen zaden kunnen ruilen, ze kunnen stekjes ruilen. En nou, ik hoop dat ze in grote getalen komen naar de bieb. Zaadbank in de bibliotheek. Ja, dat hartstikke mooi toch, dat een zaadbank en een stekjesbank en een informatiebank. Dus de bibliotheek is niet alleen maar voor boeken, maar is op een gegeven moment ook voor je tuin en voor je moestuin. Je kunt hier van alles vinden, je kunt hier ook van alles naartoe brengen. Dus het is op een gegeven moment een bibliotheek waar ook afgegeven kan worden, om ervoor te zorgen dat heel veel mensen met groen aan de slag gaan. Er zijn ook zaadjes, ook vanuit de gemeente Gennep is er zaaisel. Onder andere om op een gegeven moment een mengsel waarmee je dus bloemen kunt zaaien, waar heel veel vlinders op afkomen. Ze kunnen mooi inderdaad de zaadjes overal gaan verspreiden. Ik heb net wel gehoord dat het de bedoeling is dat ze een zwarte grond gebruiken. Dus ze mogen het niet overal neergooien. Maar ja, ze kunnen zaadjes komen halen en dan kunnen ze het lekker in hun tuintje verspreiden inderdaad. Daarmee hopen we zeg maar, te bewerkstelligen dat er veel meer biodiversiteit in onze gemeente komt. Hoe zit het dan met het maaibeleid van de gemeente? Want ja. Het zou natuurlijk zonde zijn als het weggemaaid wordt, dat klopt. Dus op de site van de gemeente staat op een gegeven moment op van waar wordt wat gemaaid. Dus kijk, als je wilt zaaien in gemeentelijke grond, hè, in bermen, kijk even goed waar dat precies is. Ik begrijp ook van de deskundigen dat die zeggen, ja, het liefst op zwarte grond, daar komen we het beste uit. Maar op de site is op een gegeven moment te zien waar wat gemaaid wordt. Sinds een aantal jaren hebben wij een ecologischer maaibeleid. Dus we maaien in principe niet meer, maar op sommige plaatsen moeten we nog wel blijven maaien vanuit de verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Maar ook vanuit de uitstraling. Dus we willen ergens de mix moeten we vinden waar iedereen tevreden is. En dat het en ecologisch is en veilig, maar ook mooi. Natuurlijk, het is leuk voor kinderen. Het is ook leuk om samen te doen. Ouders, opa's, oma's, kinderen. Maar we hebben bijvoorbeeld woensdagavond, komende woensdag, hebben we een open podium. Dat is van 7 tot 9 uur. En daarin gaat Barbara van Steenbreek samen met een hovenier alles vertellen over het vergroenen van je tuin en van hoe je dat nu het beste aanpakt. Hoe haal je nu de stenen eruit en de plantjes erin. Dus mensen die mogen gratis komen naar de bieb hier in de kenniskeuken. En na afloop krijgen ze een plantje mee. Maasduinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.